Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Werkis, partner in werk van PEC Zwolle. 7 punten uit 7 wedstrijden voor Zwolle. Hetzelfde gold tot gisteravond voor Heerenveen van de concurrenten. Wonnen dus in Venlo met 3-0. Zwolle zou dat toch ook wel vrij snel weg willen, die onderste plekken. Moeizaam begonnen aan de competitie. Clement, Johnson, nu goed doorgelopen. Reza bij de eerste paal. Kan nog altijd, maar nu niet meer. Een bal van Johnson die eigenlijk een beetje op een lullige hoogte aankomt. Kan het niet met de voet doen, eigenlijk ook niet met het hoofd. Beetje ertussenin. Maar Johnson een paar aardige dingen laten zien in het eerste kwartier van deze wedstrijd. De twijfel zag je bij Reza. Hoe moet ik dit nou aanpakken? Volg maar het hoofd voor de bal gaan of toch volleren. Bergwijn, mooi weggedraaid bij Hamer. Malen op snelheid met Latschman. Malen is lichtvoetiger en verrast bijna. Maus in de korte hoek. Dat is een lastige bal voor de doelman. Dat spekgladde veld, een stuit vlak voor zijn neus. Rosario. Yataren met zijn linker. Weer in de korte hoek. Nu moet Maus even lossen. Is hij wel weer op tijd. Ja, dat instinct zou Malen misschien nog wat beter moeten ontwikkelen. Als een centrumspits. Gokken. Maar keeper hier los. Nu geeft hij het eigenlijk op. En als hij echt reageert, kan hij hem nog binnen prikken. Yataren. Bergwijn. Terug naar Yataren. Sadilek is in beweging. Yataren durft het niet aan. Kies voor Bergwijn. Malen. Volgende poging in de korte hoek. Ja, Maus moet iedere keer terug naar die hoek. Het is nog niet heel erg gevaarlijk, die geschoten. Hamer. Snijdt Bergwijn slim de pas af. Gustavo Hamer, ja, die kan ook aardig schieten. Behoorlijke rush van de middenvelder die vandaag als rechtsback is neergezet in het elftal van de John Stegeman. Hamer zoekt. Met 1 hand, dat is voldoende. Weer wat harder begint te regenen en Johnson aan de bal is voor Zwolle. Ja, niet de plek om de bal kwijt te raken en dan kan PSV omschakelen met Bergwijn. Sadilek. Yataren uitgeweken naar de linkerkant. Een slimme bal van Yataren, een korte combinatie. Dus goed gevoetbald door PSV. En Bergwijn stuit dan op Maus. Hele vlotte combinatie van de Eindhovenaar. Met Bergwijn als eindstation. Begint met deze paas waar je toch een aantal spelers mee buitenspel zet. Van Yataren. Ja, die is bar en boos. Op de meeste plekken in het stadion. Het waait zo hard. Het waait zo onder het dak door de meeste de vakken in. Yataren vrijgelaten. Yataren schept de bal richting de tweede paal. Daar komt Dumfries. Die met wat meer overtuiging naar de bal toe vliegt dan zijn tegenstander Johnson. Geen overtreding, oordeelde Hegler ten opzichte van Bergwijn. Reza loert op een foutje van Viergever, die blijft rustig. Nu niet, nu gaat het fout en er zit geen buitenspel. Is dit een kans? Wat een goede redding van Zoet. Uitstekend keeperswerk van de doelman van PSV. Een gele kaart voor Viergever volgens mij. De PSV mopperen ze nog even over de situatie aan de andere kant. Waar Bergwijn geen vrije trap kreeg. Ja, hier voor het vasthouden van Bellassani wordt de Viergever nog bestraft. Dit het moment aan de andere kant. Lijkt me toch een overtreding van Saimak. Sadilek, Hendricks,
Bergwijn. Malen laat lopen. Voordeel PSV. Bruma. En dan Rosario die afdrukt en dat succesvol doet. Want Maus heeft wel een hand bij, maar dat is niet voldoende. PSV op voorsprong in de 39e minuut. En weer een goal van Rosario. Goed de voordeelregel toegepast door Higgler. Want natuurlijk wordt Hendricks daar gevloerd. Maar in het vervolg van de Eindhovense aanval drukt Rosario af. Lijkt me een houdbare bal. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Deze mag je wel op het konto zetten van Maus. Hoewel het spekglad veld is. Bruma. Bruma met de demarrage. Nou, die kan zo doorlopen. En dan is het een behoorlijke kans toch voor Malen. Een goede versnelling van Bruma. Aangeslagen uit die rush komt. Het is Latschman die zich ervoor gooide. Nee, Kersten was het, excuus. Opmerkelijk hoe hij ineens zo door kan lopen langs een tegenstander of 3-4. Bruma. Nou, wat doet hij nou? Levert hem ook zomaar in. Van Wermerskerken. En nu kan Thies zich revancheren. Het mindere moment van zo even. Dan laat Bellassani aardig lopen. En Saimak vervolgens wat gehaast. Ja. Er zijn wel momenten dat Zwolle iets kan doen. Gebeurt er fysiek iets aparts bij hem. Ja, blijkbaar schiet daar een spiertje de verkeerde kant op. Geeft ook gelijk aan dat hij gewisseld wil worden. Dat was zijn eerste reactie. Saimak, mooie lichaamsschijnbeweging. Hendricks het bos in. Bellassani schept de bal voor de goal. Saimak, dat scheelt weinig. Daar is Vonnen er dichtbij in de openingsfase van de tweede helft. Daar staan Reza en Tee eigenlijk al klaar. Dat lukt nog niet. En vervolgens Saimak in de nastoot wel. Dat scheelt een halve meter. Bruma wordt dus afgelost door Doan. Viergever, een beetje half wegwerken. En dan van heel ver, maar niet ongevaarlijk. Deze uithaal van Wermerskerk. Bergwijn. Yataren, Bergwijn. Malen. Past allemaal nog. En dan Dumfries van richting veranderd. Rakelings naast. Dan is PSV eindelijk weer eens in de tweede helft. 11e minuut van het tweede bedrijf. Beste moment van Eindhovenaar. Bergwijn. Aanval van PSV loopt door. Terwijl Bergwijn daar een beetje aangeslagen achterblijft. Hier is Doan. Doan! Maus met de redding. Goeie actie van de Japanner. Het is wel een vervelende overtreding trouwens van Thie. Rosario naar Hendricks. Bergwijn. Malen snel geschoten en weer ziet Maus er niet goed uit en is het 2-0 voor PSV. Eigenlijk een identiek doelpunt. Hard zat. Zoeft. Over het versleten kunstgras. De Maus kan te weinig doen. Doan nog. Mooi gespeeld. Dumfries. Bergwijn. Malen. Yataren, dat is soepel. Bergwijn. Doan, moet hij het dan afronden? Dat doet hij ook. Keurig gedaan. Goeie aanval van PSV. En zo is het helemaal beslist. Mag je aannemen na 72 minuten. 3-0. Langstroef. Maar eigenlijk vanaf de 55e minuut zag je het kantelen. Trekt PSV de wedstrijd naar zich toe. En scoort het nu ook
eigenlijk vrij soepeltjes. Eerst via Malen, om een beetje hulp van de doelman. En nu Doan. Samak draait zichzelf de ellende in. Kakpo, nu is het 4-3 als PSV dit goed uitspeelt. Dat zou kunnen met Malen. Weer bijna een beetje hulp van Maus. Ole Krakkemikker staat te keeper. Bal binnen door naar Dumfries. Wat een fijne paas van Rosario. Breed leggen, Gakpo. En nu wel Maus. Mooie aanval. Perfecte paas. In de rug van Werbeskerken van Rosario. Echt maatwerk dit. Johnson naar Saimak. Dat is een goede bal. En daar had toch de erentreffer nog moeten volgen voor Zwolle. Maar de aanvallende onmacht ligt wel opgesloten in deze kopbal van Gustavo Hamer. Bal dit van Brunso in de voeten van Gakpo. Dan kan Malen er misschien nog eentje bij prikken. Gakpo is onderweg. Malen gaat het zelf doen. Doet het zelf. En dan wordt die bal nog binnengegleden. En is het inderdaad 4-0 nog voor PSV. Het doelpunt van Gutierrez. Attent meeloopt. Nou, ik geloof niet dat Maus hier nou heel veel te verwijten valt. Want het was een goed ingeschoten bal. Door Doniel Malen. Moest de rebound weggeven. En die rebound wordt nog binnengelopen door de Mexicaan Gutierrez. En dan mag het af en toe moeizaam zijn geweest. Uiteindelijk staat er toch een hele duidelijke overtuigende overwinning op het bord voor PSV. Waar Rosario 6 minuten voor de pauze de score opende. En PSV in de tweede helft, een paar minuten na misschien, eigenlijk helemaal niet meer in de problemen is geweest.